Noord-Limburg en Noord-Rijn-Westfalen hebben er weer een mooie toeristische fiets- en wandelroute bij. Afgelopen donderdag werd deze gepresenteerd bij het Veerhuis in Blitterswijk. De Jozef-Maria-route verbindt de twee bedevaartplaatsen Smakt en Kevelaar met elkaar. Jozef-Maria-route is een voet- en fietsverbinding. Je kan hem fietsen, maar ook wandelen. Een verbinding die bestaat eigenlijk uit twee rondjes van elk pak een beetje 35 kilometer. Ja. Dus vanwege de presentatie vandaag mogen wij de fietsers en wandelaars overzetten met het veerpontje. Ja. En ja, je kan die route zeg maar in één keer rijden. Met een e-bike is dat goed te doen. Maar je zou het ook, je kan hem ook apart rijden, dus de lus apart. Wat betekent het voor u als schipper dat deze route nu gelanceerd is? Nou, ik hoop meer overzettingen van passagiers. Want die fietsroute en wandelroute, dat gaat natuurlijk meer passagiers voor het veerpontje Kobus opleveren. De samenwerking is aan zich prima verlopen, maar ja, je hebt gewoon met heel veel organisaties van doen. We hebben behouden zeg maar, de drie gemeenten waar we die als partner in het project doen. Gemeente Venray, waar we voor een heel groot grondgebied gaan. Gemeente Bergen, iets minder. Maar ook stad Kevelaar. Gaan we ook over het grondgebied van gemeente Horst aan de Maas en Boksmeer. En er is vandaag een beeld onthuldigd, dat komt bij jullie op het veer te hangen. Ja. Weet je al waar het komt hangen? Nou, ik heb begrepen dat het aan de rechterzijde komt waar het stuurwiel is, waar het anker is. Maar ik weet nog niet precies hoe dat het gemonteerd gaat worden of waar het precies komt. Het moet natuurlijk geen hinder zijn voor de fietsers en wandelaars, maar het zal in ieder geval wel een goede plaats krijgen. Ja. Initiatiefnemer is Stichting Voet en Fietsveer. 2012 is het idee geboren, ten tijde van het 10-jarig bestaan van het huidige pontje, Veerboot Kobus. Was de gedachte na 10 jaar na de Maas als barrière zeg maar, opnieuw beslecht te hebben, waren we als stichting op zoek naar nieuwe beslechten van een nieuwe barrière. Die barrière was de Duitse grens. En de gedachte erbij was, hoe kunnen we dan Duitsland en Nederland met elkaar verbinden, kwamen we uiteindelijk bij Kevelaar uit. Toch als redelijk grote plaats, ook een hele mooie toeristische plaats. Kortbij, maar voor de oudere mensen onder ons wel bekend, maar jeugd vaak niet, toeristen ook niet. Nederlandse tegenhanger, Venray, klinkt niet goed in de mond. Dus vandaar dat we uiteindelijk bij Smakt uit zijn gekomen. Een piepklein pelgrimsdorpje, maar ja, net zo attractief als Kevelaar. En vandaar dat we toen op de idee zijn gekomen om de Jozef-Maria-route tot stand te gaan brengen. Wij vinden het heerlijk als er veel passagiers over het veerpontje komen. En dat is voor iedereen een winst.